schuim die ik heb gemaakt met die scheerschuim, dat is dit resultaat geworden. Yo gasten, dit is het geworden. Lekkere smurfensnot. Kijk. Lekker knijpen. Mama. Kijk, we gaan even lekker knijpen erin. Kijk, lekker voelt dat, jongen. Ja, het is heel lekker. En hij kraakt zo, omdat er twee zakjes omheen zitten. Want hij kan ook nog knappen. Even wachten. Dan gaan we even we zetten hem even op de stoel. Zo. Kijk, nu kan je er lekker in knijpen. Ja. Je voelt eigenlijk best wel lekker hoor, jongen. Zo lekker knijpen. Je hebt je Dico. Hey. Maar wat hij voor verrassing doorkwam, hè? Ja. Maar kijk. Dit is het geworden. Lekkere smurfensnot. Bla, 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 bla. Ga ze even weg. Ga ze ja. Hallo? Shit, shit, shit. Hè? Wat voel ik nou? Ik voel in één keer dat hij gaat kraken. What the fuck? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Zo, shit. Zag je die ontploffing? Zo. Ga ik vertellen wat je en daar is dit uit overgekomen. Mama. Stil in. Mama. Stil in. Oké, gaantje. Maar deze smurfsnot. Die voelt lekker. Voelt naar snot. Komt snot als sneeuw, hè? Kijk, dan kun je ook gewoon mensen brengen. Wat? Nee, gaantje. Nu ga ik er niet meer aan zitten. Hier? Nee, ik ga er niet aan. Nou, vind je deze smurfensnot ook leuk? Je doet gewoon zeep. Gewoon handzeep, dreft. Daarna doe je scheerschuim, ga je de hele tijd roeren. Zet je hem even in de koelkast en dan heb je smurfensnot. Dan moet je het in een zakje doen. Als je dit smurfensnot wil krijgen, zodat het echt lekker foam is. Moet je lekker dit gebruiken, wat ik heb. Ga eens weg. En vind je deze video nou leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vind je hem niet leuk, blauw duimpje omlaag. En abonneer en dan zeg ik later.